In deze video doe ik een Wie kent mij beter quiz tussen Julia en 1000 van mijn kijkers. Ik heb een quiz samengesteld op Kahoot. En vervolgens gaan jullie die invullen en Julia die invullen. En dan kijken we of Julia mij beter kent dan jullie. Ook is een heel groot gedeelte van de mensen die mijn video's kijken op dit kanaal nog niet geabonneerd. Dus, als je zit te kijken en je weet dat je nog niet geabonneerd bent, klik even op de abonneerknop. Dankjewel. Als ik het verlies, joh, dan ben ik verdrietig. De top 3 mensen die het best hebben geantwoord. En niet alleen het best, maar dus ook het snelst. En daar krijg je dan een top 3 van uiteindelijk. Winnen een tier 3 abonnement op mijn Twitch. Ja, 1000 mensen. Ja, 1000 mensen. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor? Zijn jullie klaar voor? Ik heb hier geen geduld meer voor. Start! Ik moet hier staan, want ik moet het zien. Nee, maar je kan toch ook hier kijken? Nee, dus je Stefan. Telefoon. Ja, maar... De Stefan quiz. Oh mijn god. Oké, de eerste vraag. Hoe oud ben ik? Geef dat antwoord maar. Geef dat antwoord maar. Je moet indienen. Ja, je moet het antwoord indienen. Ja, normaal klik je erop. Gewoon vroeger, van vroeger. Maakt niet uit, maar je bent sowieso lekker. Heb jij deze quiz zelf gemaakt? Ja, ik heb die quiz natuurlijk zelf gemaakt. Het gaat over mij. Er zijn bij deze... Ik zal even een kleine tip geven bij deze. Er zijn meerdere antwoorden goed. Oh, ja. Ik weet alweer welke antwoorden goed zijn. Maar ik heb het juiste antwoord. Oké. Zo, iedereen is best lekker bezig met antwoorden. Kabam! Wow, hey, dit hebben veel mensen fout. Maar ook heel veel mensen goed. Sorry, als je groen hebt... Ik heb één van de twee juist. Ja, ik zei, zijn er twee goed. Ja, maar dat zeg je als ik al één heb gevuld. Ja, dus degene die groen hebben ingevuld, shout-out naar jullie. Degene die blauw ingevuld, shout-out naar jullie. Heel veel mensen dachten dat ik 27 was inderdaad. Dat wist ik, maar dat ben ik dus niet. Daar gaan we. Volgende. Oh, Soraya XX1 was het snelst. Shout-out naar Soraya. Vraag, ik heb een kale naamgenoot die journalist is bij RTL. Is dat waar of is dat niet waar? Vul het in. Dat was snel. Dat was snel inderdaad. Julia gaat punten scoren. Jongen, ik ga scoren, jongen. Oh mijn god. Wie is dat? Wie is dat? Ja, ik weet hoe die kerel heet. Zo! 6 van de 33 mensen hadden het goed. Ja, die man die je net in beeld zag, die heet ook Stefan de Vries. En die is een reporter in Parijs. Dus altijd als er iets in Parijs of in Frankrijk aan de hand is, is hij op tv. Gaat iedereen mij DM'en. Volgende. Wow, Soraya nog steeds bovenaan. Is dat een bot? Ja, dat is een bot. Oké, guys. Are you ready? Wat is de meest bekeken video op mijn main kanaal? Geen muziek. Dit zijn de opties. Ik ben heel benieuwd welke jij hebt geklikt. Moet ik het zeggen? Zeg het maar. Ik sliep in een spookhotel en dit gebeurde. Dat vind ik erg jammer dat je dat hebt gedaan. Echt niet, is het fout. Hoezo denk je dat het goed is? Omdat ik dat denk! Die dan. Ja. Nou, maar ik weet dat toch gewoon niet. Zo. Ja, maar nu doe ik niet meer mee. Ik doe 1000 euro. Sorry, maar mijn telefoon sloeg ook vast. Oh, oké. Maar jij kent mij toch? Ja, ik ken jou niet. Hé, voor degenen die het goed hebben, shout-out naar jullie, man. 1000 euro. Dit waren wel allemaal mijn best bekeken video's, allemaal ongeveer. Dus dat was een hele moeilijke vraag, dit. Ja. Maar we gaan door. Maar ik ben nu heel ver naar beneden. Julian, die is lekker bezig, zeg. Daar gaan we. Waar of niet daar? Wij zijn tijdens het Ghost Hunter een keer meegenomen naar het politiebureau. Is dat waar of niet? Niet waar. Je moet het niet voorzeggen. Oh, sorry. Waar. Het is waar. Maar het is waar. Ik zei niet dat jij het goed had. Jawel. Ik weet het. Maar waarvan is dit dan? Nou, omdat die reed langs. En toen werden jullie aangesproken. Jawel. En sprak hij half Belgisch of Frans. Sean Demmers belt mij. Hé, hey, mag ik opnemen? Hey, Farty, Sean! Sean, we zijn live. Hey, Farty, Julia. Sean, we zijn live. Ik heb net in de live gezegd dat jij een fart out moet krijgen. Wacht even. Oh, wacht. Niet waar, de meeste mensen hebben het goed. Shout out naar jullie. Ik heb het goed. Julia Scheeman. Oh, zijn jullie al begonnen? Ja, we zijn de Kahoot aan het doen, Sean. En je bent te laat. Ik wil meedoen. Ja, too late. Sean, jij had wel een goede kans gemaakt. Oh, daarom belde je hem. Wil je wat zeggen tegen de Twitch-kijkers? Wauw, wat een mooie mensen. Dat is waar, ja, zeker. Zo, Julian is lekker bezig. Oké, we gaan volgende. De quiz, daar komt. Wat is mijn best beluisterde nummer? Zo, dat was snel. Ja. Dat was snel. Wij moeten een box eigenlijk. Deze moeten jullie weten. Die foto is echt... Als je hierbij zet, Steven en Vries, en dan jouw geboortejaar en dan je dode jaartal. Hoezo? 1995. Ik ben toch een artist, dat kan je zien. Of ik mis jouw pijn. Mega.
Jongen, fucking potentie. Ja, potentie. Ja, la 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 la. Oh nee, dit... Nee. Ik noem jou een maling. Prank. Ja, prank. We gaan weer door. Nummer 6 van de 14. Welke video heb ik niet gemaakt? Let goed op. Ik weet het. Heb je, maar mag ik wat vragen? Heb je die plaatjes ook zelf gemaakt? Ja. Dat vind ik echt zo lief. Dat is toch een leuk plaatje? Oh, dat weet ik met een camera. Dat is echt zo schattig, Steve. Maar welke heb je aangeklikt dan? Ik ben wel benieuwd. Nog niet 24... zeggen. Oh, moet ik niet moet ik wel zeggen wat ik heb aangeklikt? Ik had aangeklikt 24 uur overleving in de achtbaan. Ja, hoi! Zo, wat een strijder zijn jullie, zeg. Ik maar had niet verwacht dat zo... Dit is wel een titel die jij zou maken, zo. 24 uur overleven in de achtbaan. Intens. Daarom. Ik, had ja. echt, ik dacht, dit wordt wel moeilijker, maar iedereen heeft het gewoon goed. Shout-out naar jullie. Zo, Julia staat nog steeds bovenaan. Dat is waarschijnlijk een beetje een botje, hè? Of niet? Ik ben verdediger bij FC Creators. Nou, dat... Maar ik doe wel gewoon deze, want ik weet het. Is het waar of niet waar? Nee, sta ik eens als verdediger of niet? Was het anders. Wat is Niek hier een raar jongetje? Niek is sowieso een raar jongetje. Alleen de OG's weten dit. Alleen de OG's weten dit. Nou, ik weet het. En ik wist het. Ik ben verdediger van de laatste man. Toevallig bij de laatste wedstrijd van de creators stond ik in de spits. Oh, ik luister echt altijd naar je verhalen wel. Ja, dat klopt. Maar niet heel lang, niet heel lang. Maar dus dat is een beetje een strikvraag. Maar ik sta altijd verdediger. Ik ben verdediger. Wat is er gebeurd toen je daar stond? We speelden dus tegen oud-PSV. Gescoord. Niet één. En een penalty. Maar twee. Gescoord. Jurien is nog steeds bovenaan. Dat vind ik verdacht hoor. Dat is een bot. Stefan, de. Als je op Twitch zit een tijdje, dan weet je dit 100%. Ik weet het ook gewoon. Komt er eigenlijk nog ooit binnen nieuwe basic kleding? Jazeker. Heel binnenkort zelfs. Misschien wel voor alleen maar mensen die Stefan. Yes. God. Ja, God. Stefan de God, God, alles God, God. WC God, deur God. Ik ben de limonade God. Kahoot God, Julia de limonade God. Godin eigenlijk, hè? Ja. Godin. Ik heb momenteel meer dan 750.000 abonnees op mijn main kanaal. Is dat waar of is dat niet waar? Ik heb het laatst gecheckt. Oh, waarom? Omdat ik trots op je ben. Oh, bedankt zeg. Ja. Ik kijk dan even wat je doet. Sta ik nu voor paal en heb ik het nu fout. Oh, dat zou echt heel erg beschaamd zijn. Ik heb een deal. Als je niet hebt gewonnen van de chat, moet je rappen. Dat is goed. Maar ik vind het niet eerlijk, want er zitten bots. Come on! Ja. Lekker bezig, jongens. Wow! Ja, maar dat zijn bots, hoor. Nou, ik zag Dynamite zag ik net ook in de chat commenten, maar Julian, ja, ik weet niet, Julian. Ja, we gaan het zo kijken in de chat, we gaan het zo nakijken. Oké, nieuwe vraag. Hoeveel leden zitten er in mijn Discord-server? Ja, dat weet ik niet. Ja, je kan het weten. Je kan het weten. Ik heb het gegokt. Jij kan het zien hier. Ah, heb ik het fout. Oh. Ja, maar dat weet ik toch niet, Steven. Maar dit vind ik dus niet leuk. Nee, maar ik dit zeg je kan het zien hier. Nee, dat zeg je als ik mijn antwoord al heb ingevuld. Ja, maar ik moet het niet te makkelijk maken. Ja, oké. Jij kan het gewoon hier zien, de rest niet. Dat weet ik niet. Nou, ik heb het dus fout. Maar ja, jongens, als je nog niet in mijn Discord zit, dan kan je die joinen. Ik vind het niet leuk zo. Zo, hé, best wel veel mensen met goed. Nou, heel veel mensen dachten dat er meer zaten, dat snap ik. Er zitten nog veel te weinig, dus kom lekker bij, want het is gezellig. Ben je nu boos? Ja. Oké. Oh, Dynamite plekje 1. Kan ik nog winnen, denk je? Ze hebben de 20e plaats. Wow. Wat? Dat is toch erg. Ik doe echt heel snel klikken. En dan heet het heel snel. En ik heb het waar. En dan maak ik één stomme klote fout. En dan ben ik gelijk af. Maar waar zat je net dan? Op nummer 11. Oh. Ja. Oké. 20e. Nou, dan kan je nog wel winnen, denk ik. Ja. Het gaat goed. Maak de songtekst af. Ik weet het. Wat grappig, hoe deed je dat geluid, Stevie? Dat was heel zacht, zo. Ik weet niet waarom die zo zacht is, maar... ik weet het, kon je doen niet. Potentie is gezien! Wow. 11, 12, er raakt niks op 12. 13, 14, in de volle bloei. 15, 16, nog even geen geknoei. Maar ik ben wel van... Zo, je staat 13e. Ik wil ook een keer een lied maken met jou. Waarom wil je dan nooit met mij? Wij hebben al een lied gemaakt. Ja, een autoliedje. Ja. Ik wil die nooit meer horen. Soms wil die op de shuffle op mijn mobiel, joh. Waarom wil je die niet horen?
kom ik met dat lied? Ik zit in de auto. Auto. De auto. Ja, sorry. Als je niet kon horen, dan kom het door Kahoot. Ja, dan hadden jullie je oren gewoon open moeten zetten. Maar hoor. Eerlijk, als je echt een OG bent, dan kan je hier alsnog wel opmaken ja. van... Dat is wat het is. In Dynamite wel verdacht goed. Ik ook. Het is een... Weet nou, als je echt een OG bent, dan weet je het meteen. Ik heb paniek van Sean in zijn ogen. Ja, man. Sean met Rijk. Wat was dit? Is het een vrouw? Is het een kind? Is het een hond? Ik had waarschijnlijk het gele antwoord. Dat denk ik ook. Ja. Misschien is die ook wel goed. Nee, die strikvraag. Is niet goed. Die is niet goed. Ja, ja. Verdacht veel mensen die hem niet goed hadden, moet ik ook zeggen trouwens. De 10e plaats. Dat is toch stom. Nou, ik vind het best wel lijp hoor, van 1000 mensen die jij okay, nummer 10 maar staat. Ik heb één vraag fout, hè? Ja, dat is toch ziek? Zo. We zijn lekker bezig hier met z'n allen. Steven heeft een relatie met Britt Scholten, is dat waar of niet waar? Die foto, ik ga ze. Nee, nu weten mensen het antwoord, Steven. Nou, misschien mis ik er gewoon, dat kan toch? Ze is toch niet hier? Ja. Nou, ik denk dat iedereen dit wel weet, toch? Sorry, maar wat is dit voor een jasje, Stefan? Gast, dat is vet, hoor. Nee, dat mag je echt nooit meer aan. Dit heeft echt iemand die een bowlingbaanpresentatie doet. Nee, dit is gangster. Je zou het niet begrijpen. Nee. Wat vind je van de jurk van Britt? Dit is hier mooi. Ja. Leuk je haar zo. Met die tieten eruit zo. Ja. Zo, 82 mensen die denken dat ik met een Britt een relatie heb. Nou... Geen echte fans, zou ik wel zeggen. Ja, Britt en ik, dat weet iedereen, wij waren geen match. Ik ben veel te gangster voor haar. Wegwezen! Dit! Nee, Britt. Maar we zijn nog heel goed over Britt en ik. We spreken elkaar gewoon nog super chill. Zo, dit lijkt wel een beetje... Dat is wel verdacht. Dynamite gaat dit wel winnen, denk ik, man. Iemand zegt, waarom ga je niet met Jul? Omdat wij gewoon beste vrienden zijn. En ik zou ook niet een andere band willen, want als het dan ooit uit zou gaan, dan zou het nooit meer zo zijn als nu. En als ik... Dat, snap je? Ja. Nou, dat is toch lief? Ja. Doe dan niet zo gek. Zeg toch alleen wat waar is? Ja. Nou. Oké. Okay. Nou, Steven is in alles god, is het waar of niet waar? Ja, dit weet iedereen. Dit weet iedereen easy. De laatste vraag, guys. 700 mensen hebben het goed. Shout-out naar jullie. Alle 700. En dan nu, de uitslag. Ik sta op de 8e plek. 8e plek. Maar ik had één antwoord fout. En dan blijkt het dus gelijk dat je al nummer 8 bent. Maar ik ken je wel het beste van iedereen. Blijkbaar niet. Wel, want als we het over andere dingen gaan hebben, dan weet ik heel veel hoor. Blijkbaar 7 mensen die mij beter Ja, maar 3 daarvan zijn er een bot. Daar komt de uitslag. Nummer 3, Tijn DL. Op nummer 2, Thijs 1023. En op nummer 1, Dynamite. I gonna light it up like it's dynamite. Ja, guys, rustig aan. We gaan absoluut nog meer Kahoot quizzen doen. Ik heb 1150 euro betaald voor een Kahoot account, dus we gaan het gebruiken ook.